Dames en heren, jongens en meisjes, deze fantastische avond wordt afgesloten met muziek uit de opera's van Wagner, Brecht en Verdi. Gespeeld, hoe kan het ook anders, door Show en Martin Band, Kunst en Genoegen uit Leiden. Zijn muzikale sporen ruimschoots verdiend. Het publiek in diverse Europese landen hebben al ervaren welke gevoelens KNG teweeg kan brengen tijdens hun shows. Uiteraard zijn ze te zien bij het Wereldmuziekconcours in Kerkrade en we wensen ze daarbij heel veel succes. In de afgelopen jaren zijn ze maar liefst 6 keer winnaar geworden van de marktwedstrijden en 7 keer winnaar van de showwedstrijden. En ik heb het gevoel dat het daar niet bij blijft. Ja. Maar nu de show. KNG is een nieuwe weg ingeslagen met niet eerder vertoonde elementen. Met heel veel vaart en bijzondere bewegingen. Maar ook diverse dans- en muziekstijlen. Ook ziet u vanavond niet eerder gebruikte muziekinstrumenten. Muziek en show zijn heel intens. Er is gezocht naar manieren om de muziek en de show bij elkaar te brengen. Waarbij het doel van de show is de muziek te versterken. En u begrijpt straks wat ik bedoel. Ook voor de niet-opera-liefhebbers zijn dit heel herkenbare melodieën. Ontspan, ga rustig zitten, maar gebruik alle zintuigen. Hoor, zie, voel het kippenvel en ruim de zweetdruppels van de mannen. Die het symbool van Spanje tonen. Ervaar in Wilhelm Tell geknipperd wordt naar het digitale tijdperk. En hoe het is en hoe het was om in het slaventijdperk te leven. Dames en heren, tambourmeester is Kevin van Egmond. Het is tijd voor KNG. Het is tijd voor Another Night at the Opera. Thank you.
Dames en heren, ik kan alleen maar zeggen, de stand was 6-7. Laten we daar maar gaan, 7-8 voor mij. Dames en heren.